Check die politieagent daar staan. Die politieagent is gebeld door de lerares. Dit is gewoon legit gebeurd. Yo guys, Job hier, aka de YouTuber. Super nice dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag gaat deze video over school. Maar klik niet weg, want dit gaat namelijk super hilarisch worden. Dit gaat namelijk over leraren die hunzelf niet meer kunnen inhouden. Of leerlingen die dingen doen bij hun leraren die gewoon extreem grappig zijn. Maar misschien een klein beetje te ver gaan. Ik neem aan dat iedereen wel eens een keer een leraar in de klas heeft gehad die gewoon helemaal loco werkt om meestal helemaal niks. Maar maakt verder niet uit. Ik vond het altijd wel grappig. Nou ja, tenminste niet altijd, maar het was soms wel grappig. Maar in deze video gaat het allemaal grappig zijn, want niemand komt in de problemen, maar we kunnen wel genieten van een boze leraar. Dus like deze video als je soms ook geen zin hebt in school en voor extra geluk in je leven. En abonneer op mijn YouTube kanaal als jij ooit eens een keer een leraar hebt gehad die boos werd in de klas op jou. We gaan beginnen met de video. Ik heb er zin in. Let's go. We beginnen met deze guy die een voetbal op de iMac van de lerares gooit, maar misschien net iets te raak gooit. Ik ben benieuwd jongens, daar gaan we. Daar gaan we. Gaat hij het echt doen? Nee, toch? Let's go. Oh my god. Oh my god. Hij gooit literally die volledige iMac van haar bureau af. Let op jongens. 3, 2, 1. Oh shit. Oké, deze lerares die is dus letterlijk in slaap gevallen in de klas. Terwijl al die pennen gewoon op de grond liggen. I don't know why, maar we gaan het checken. Oh my god, jongens. Are you serious? Ze is gewoon aan het slapen in de klas. Hey, ik had sowieso iets over haar heen gegoten of zo, man, bro. Ik bedoel, dit is waar ons belastingsgeld naartoe gaat. Naar slapende leraren. Nou, eigenlijk niet per se deze, want deze woont in Amerika. Maar alsnog, hier hebben we weer een slapende lerares. Oh my god, jongens. Ze is aan het flexen. Hey, literally, hebben jullie dat ooit meegemaakt? Dat leraressen en leraren soms helemaal niks doen in de klas. Ik heb het wel gewoon gehad dat misschien de leraar of de lerares van achter de computer niks aan het doen was. En ondertussen gewoon een beetje chips aan het eten was of zo. Toen werd ik wel echt helemaal gek. Want als wij een keer niks doen in de klas, dan is het in één keer een probleem. Oké, als dit echt is, vind ik dat deze vrouw ontslagen moet worden. En gewoon, I don't know, in een zwembad gegooid moet worden met haaien. Oké, dat is een beetje extreem. Maar ik vind wel dat ze echt ontslagen moet worden. Want deze vrouw is namelijk dronken op een peuterschool. Al die kinderen kijken ook echt zo van... Oh my god. Ze valt literally gewoon nog tegen dat meisje aan. Let op dat meisje in dat roze. 3, 2, 1. Oh my god. Zeg maar, als ik hierbij was, had ik die vrouw gepakt en ik had in haar gezicht gespuugd. Want dit is namelijk echt legit erg. Deze kinderen zijn nog ineens 5 jaar oud. En ze zitten gewoon met een dronken lerares in de klas die uitglijdt over de kinderen zelf. Like, dat gaat echt te ver. Like als je geen respect hebt voor deze vrouw. Schijnbaar krijgt deze guy, deze leraar, een ongelofelijke mental breakdown. Ik ben benieuwd. You know what I mean, Dana. You know what I have well for you. Now get out of my room. Ik weet het niet zeker. Denk dat die leraar een beetje boos is. You know what I mean, Dana. You know what I have well for you. Now get out of my room. Hij zegt nog die leraar, you get it now? Ik denk dat hij het snapt. Oké, deze lerares gaat flippen omdat iemand zijn huiswerk niet heeft gemaakt. Die is best wel herkenbaar. When? Because you've known about this since last Thursday. Ze zegt, je weet al sinds donderdag dat we huiswerk hebben. So when did you not take your book home? Dus waarom heb je je boek niet mee naar huis genomen? Last Thursday? Because from my calculation you still had 3 to 4 extra days when you should have gotten this done. Ze zegt, maar je had nog 4 dagen om het af te maken, maar je hebt het niet gedaan. Oké, deze lerares wordt schijnbaar ook heel boos. We gaan het checken. Shut the hell up! Shut up! Shut up! Shut the hell up! Shut up! Ik heb zo'n idee dat deze chick gewoon echt een mental breakdown heeft gekregen. I don't know why, maar ik denk het wel. Dus deze lerares wordt boos omdat de studenten te laat in de klas waren. No sir, you may be awesome. No! You managed to play around, be up and down the hall where you don't belong, and not listen to me. No, you may not go anywhere. You won't come out. Ja, weet je, ik heb geen idee wat ze allemaal zeggen, want ze praat veel te snel achter elkaar. Maar kort samengevat, ze is boos, want de mensen waren te laat. Oei, oei, oei. Oh my god, oké, besef dit. Dus de lerares heeft de politie gebeld, omdat een van deze studenten zijn mobiele telefoon niet wou wegdoen. Dit is legit. Wat? Die guy die zit nog steeds op zijn telefoon, hij heeft gewoon schijt. Check die politieagent daar staan. Die politieagent is gebeld door de lerares. Dit is gewoon legit gebeurd. Dus deze leraar wordt boos, omdat iemand namelijk een flesje heeft gegooid. En nu ligt dat schoolplein eronder. Wat was dat? Ik heb legit geen idee wat dat was. Die guy die werd echt letterlijk gewoon gek. Dus deze leraar die wordt legit helemaal gek. En die begint zelfs dingen door het lokaal te gooien. Oké, okay. Oh my god. Oh my god, oh. What the hell? Deze guy wordt letterlijk gewoon para. Hij gooit spullen door het lokaal heen. Oh my god. Hij is overduidelijk boos. Oh, hij gaat weer wat pakken. Oh nee, oh nee. Oh nee, oh nee. Hij zegt ga weg, ga weg.
Ja, leraren kunnen soms echt flippen. Jongens en meisjes, vonden jullie dit nou een leuke en grappige video? Laat dan even een like achter. Laat in de comments weten welke leraar jullie eigenlijk gewoon het grappigst vonden tijdens hun flip. Het was je boy, super bedankt voor het kijken. Luister natuurlijk netjes naar je leraar en lerares. En doe je best op school, want dit is natuurlijk helemaal nergens voor nodig. En niemand heeft hier wat aan. Ook al is het wel grappig soms, heel soms. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Adios.